deur. Het is niet gek, want ik waren de eerste verkiezingen. Opkomst, dus vergelijkbaar met 50 jaar geleden, merkte ik vanmiddag bij een verkiezingsbureau in het Nederlands. Verkiezingsdag in Parijs, in tijden van terreurdreiging. Dat betekent veel meer politie en militairen op straat. Maar ook dat het normale leven gewoon doorgaat, ook bij de stembureaus. Dan was er één groot verschil. De veiligheid. Voor ieder bureau in het Nederlandse amendement bijvoorbeeld moest iedere tas open. Ja, nooit vertoond was dat tijdens verkiezingen. De meesters zullen nooit zo zijn.